Hoi, het is vandaag weer tijd voor een shoplog. Ik heb geprobeerd om niet al te vaak een shoplog te maken, dus deze van vandaag is redelijk groot. Ik heb namelijk 2 keer toe besteld bij bol.com. Ik heb wat gekocht bij de H&M en bij de Coolcat. Dus kijk snel mee, ik ga snel beginnen, want het is aardig wat. Nou, ik denk dat ik Boel maar als laatste ga doen, dus ik begin bij de Coolcat. Daar heb ik 3 paar broeken gekocht, 3 paar hetzelfde. Het zijn deze high-waisted broeken. Dit is een hele lichte. Het is ook weer met die knoopjes, hier zo gouden knoopjes. En dan verder is hier is lang. En zelfs voor mij, want ik ben redelijk lang, ik ben 1,75 en ik heb lange benen. Dus meestal bij mij komen broeken gewoon net precies lang. En bij deze heb je dat opgepropte effect een beetje verdelen. Dat vind ik eigenlijk best wel leuk, want dat heb ik nooit. Omdat ik zo lang ben. Dus dat is die. Dan heb ik diezelfde broek ook nog in het grijs. Deze is wat stoerder. Een beetje een gewassen effect. Knoopjes hier zijn zilver. Ook weer zo lang. Hetzelfde effect bij de pijpen. En dit is voor wat stoerdere outfit. En dan heb ik die broek ook nog in het donker. Dit is dan weer een chicere met gouden details. Dit vind ik weer wat mooier bij wat nettere outfit. Het staat er hartstikke chic en mooi. Maar het kan ook stoer gecombineerd worden. Of casual. Dus die. En die 3 broeken waren allemaal 40 euro per stuk. Dan ga ik verder met de H&M. Daar heb ik 2 dingen gekocht, namelijk dit simpele hemdje. Ik kijk altijd even bij de simpele hemdjes van de H&M, want die zitten heel lekker. Tip, koop ze een maat kleiner dan je normaal was. Ik had normaal gesproken een M en bij deze had ik een S. Dat valt net wat mooier. Strak langs je lijf, maar daardoor, ja, op de een of andere manier verbergt het juist alle kwabbels en dingen. En ik vond dit kleurtje heel erg leuk, die had ik nog niet. Ik probeer altijd te kijken of ze nog leuke nieuwe kleurtjes hebben. Dus ik kocht deze, 5 euro is die. En als tweede kocht ik daar dit blouseje. Leuk houthakkersblouseje. Ik ben gek op houthakkersblouseje. Ik had al een rode. En nu heb ik er in met rood en paars en blauw. En ik vind hem heel leuk. Hij staat ook heel mooi bovenop die donkere broek. De donkere high-waisted broek die ik net laat zien van de Coolcat. Wat me wel opviel was dat hij heel erg klein viel. Ik heb dus meestal bij de H&M maat 36A38. En bij deze moest ik maat 44 hebben. Dat is de allergrootste maat. Maar anders dan stond het gewoon niet mooi. Zat mijn schouders niet goed. Hij viel niet mooi. Hij kon niet goed dicht. En als je dan hier probeert dicht te doen, dan gingen de knoopjes zo. Sprakelijk vandaag. Gaat goed. De knoopjes weer bijna open. Dus dat vond ik geen leuk effect. Dus uiteindelijk heb ik maat 44 moeten komen. Maar dat vind ik best wel raar. Dus ik al maat 44 als de grootste maat die ze hadden. Als ik al maat 44 moet hebben, dan kunnen weet ik voor hoeveel mensen het niet aan. Dat vind ik een beetje vreemd. Maar goed. Deze dus. En die was 20 euro. Nou, dan gaan we beginnen met Boohoo. Daar heb ik dus 2 keer besteld. Dus niet van 1 keer. Dus sowieso is dit allemaal niet van 1 keer shoppen. Dit is van een hele tijd. Omdat ik ze alles heb opgespaard. Maar goed. Om te beginnen dus dit shirtje. Ik weet trouwens van Boohoo niet alle prijzen meer uit mijn hoofd. Dus sorry daarvoor. Ik zal proberen zoveel mogelijk te kijken. In ieder geval dit shirt. Ik vond hem heel leuk. Het is een oog in een druppel. Ik vond het wel leuk. Een beetje creatief. Een beetje alternatief. En dan die steentjes erop. En die glittertjes. En ja, die kraaltjes. Ik vind het echt heel erg leuk. Het is ook een mooie kleur. Hij is redelijk lang. Als je hem zo ziet, denk ik dat hij veel te groot voor mij is. Maar dat valt op zich wel mee. Hij is wel lang. Dus je kunt wel met een rokje of iets dergelijks aan. Hij is net te kort voor een jurkje. Dat wel. Hij komt niet tot over mijn kont. Dus wat dat betreft ga ik het niet doen. Maar verder ben ik er heel erg blij mee. En deze is denk ik 12, 15 euro. Zoiets. Wit shirt bij Boohoo. Het is een heel simpel shirt. Mooi wit crème kleurig. Hij is niet veel wit, maar ik vind hem wel mooi. En dan het leuke effect is, dat zie je hier al. Hij heeft over de mouw allemaal touwtjes. Dus de bovenkant van je arm is zeg maar bloot. Dan heb je allemaal touwtjes zien en zo. En dan je onderarm is dan wel weer bedekt, zoals je hier ziet. Het is echt een heel mooi effect. Misschien dat ik ooit nog wel een outfit ga plaatsen met dit shirt, dan kunnen jullie het goed zien. En deze was volgens mij 15 euro. Dan nog zo'n simpel shirtje. Ook van Boohoo. Ik denk ook ongeveer 15 euro. Hij is redelijk lang. Nou ja, aan de voorkant is het valt wel mee. Maar de achterkant komt dus. Het ziet eruit alsof hij een beetje ongelijk is. Maar dat is niet zo. Hij komt wel gelijk. Maar aan de achterkant. Ik weet niet of je het kan zien. Hij heeft dus hier een touwtje. En dan is de rug zeg maar open. Er zijn 2 flappen hier zo. En die komen dan hier zo onder bij elkaar.
Dus met een bandeau hieronder, want hij heeft ook lage oksels. Hoe noem je dat ook alweer? Ik ben altijd die namen kwijt als ik het wil zeggen. Maar goed, jullie snappen het idee. Dus hij heeft twee open kanten met een leuke bandeau hieronder. En aan de voorkant is hij dan heel netjes en dan draai je om en dan is het netjes wel stoer en sexy. En wat ik zelf leuk vind is om hier een mooie statementketting te hangen. En dan is het echt een hartstikke leuke combinatie. En deze was ook rond 15 euro. Dan het volgende item is deze trui. Hij is cropped. Hij is niet heel kort, maar hij is wel wat korter. Hij valt wat losser. De armen zijn een beetje, ja, niet gepoft, maar wel wat wijder, zeg maar. Hij zit op zich wel strak, maar dan heb je hier een beetje dat het ietsjes losser zit. En ik vind het echt een heel leuk effect geven. Ook heeft hij een hele ruime hals. Dus je hebt, zeg maar, tot aan hier zo ongeveer heb je bloot. En ik vind het echt heel mooi staan. Ook, ja, heel vrouwelijk. En tegelijkertijd ook wel weer stoer. Ik vind het ook heel mooi bovenop die grijze high-waisted jeans. Dat het echt een stoer effect geeft. Stoere ketting erbij, stoere oorbellen. En je bent helemaal ready to go. Dus deze. En ik denk, ik heb geen idee hoe duur die was, maar ik gok rond de 15 à 20 euro. Dan dit jasje. Dit was in de uitverkoop en ik ben gek op tribal printjes. Hij is redelijk netjes voor mijn doen, maar ik vind hem wel echt heel erg mooi. En ja, wat kan ik er nou over zeggen? Het is een heel dun stofje, dus redelijk netjes, geen knoopjes of iets. Hij hangt wel echt open zo. En hij was in de uitverkoop voor maar 12 euro, dus die kon ik niet laten zitten. En ja, deze dus. Dan heb ik nog een jasje gekocht. Maar ja, jasje, vestje. Niet echt een jasje. Het staat op de site als een jasje. Maar ja, de stof vind ik niet echt voor een jasje. Maar het is iets wat ik niet zo snel zou kopen. Maar ja, mijn moeder loopt hier wel in. Ik zeg het heel eerlijk. Mijn moeder draagt heel veel kleur. Veel meer dan ik. En toen ik deze had gekocht en besteld had en hij binnenkwam, toen had ik ook zoiets van, jullie gaan echt lachen dat ik dit heb gekocht. Want het is namelijk deze. En ik vind hem echt heel erg mooi. Heel gaaf. Een heel dun stofje. Niet luchtig, dat dan weer niet. En dan heeft hij hier zo'n soort van waterval effect aan die zijkant. Zijkant ook weer niet dicht. En ik weet nog niet heel goed hoe ik deze moet combineren. Dat vind ik wel heel lastig. Want ik heb wel het gevoel als je zo'n jasje aan hebt, net als die vorige, dat je dan gelijk zo'n nette outfit hebt. En als er iets is wat ik niet ben, dan ben ik niet netjes. Ik heb ook geen blazers of iets dergelijks, omdat ik gewoon mezelf er te netjes in voel. Dus ik moet nog even kijken hoe ik hem ga combineren. Als jullie tips hebben, laat het vooral weten. Maar ik vind hem wel echt heel erg gaaf. En ik denk dat deze ook rond de 15 euro was. Dan ben ik de laatste tijd gek op kimono's. Sinds die kimono die ik toen in Londen heb gekocht. Die kunnen jullie zien in een andere shoplog van een tijdje terug. Moet je even op mijn kanaal kijken. Ben ik gek op kimono's. Dus de volgende twee items die ik laat zien zijn ook kimono's. Onder andere deze. Ja, ik vind hem een beetje festivalachtig. Het is dus een kanten kimono. Een witte kanten kimono. Dat is lang. En dan de mouwen hebben dus dat je open schouders hebt, zeg maar. En dan zo'n vleermuis effect mouw. En ik vind het echt een perfect ding eigenlijk voor festivals. En nou is dat natuurlijk nu een beetje voorbij met het schooljaar nu. Maar ja, ik vind hem echt heel erg mooi en hij kan nog wat van alles. Bijvoorbeeld dat blauwe topje, dat gaf met ogen in die druppel. Die heeft ook witte kraaltjes en zo erop. Dus ik heb hem hiermee gecombineerd en dat staat echt heel erg leuk. Dus hier ben ik ook heel blij mee. En deze was denk ik 22 euro. Dan, dus nog een kimono. Ook van Boohoo. Deze. Ja, ik weet niet hoe je dat patroontje noemt. Je hebt hem wel heel vaker. Maar ik heb echt geen idee hoe je het noemt. Het is een beetje iets met bloemetjes en plantjes. En nee, ik vind hem echt heel leuk. En dan met oranje en blauw. En het past echt bij van alles. Die heeft ook weer zo'n open schouder. Ook weer vleermuismouw. En echt, ik vind hem ontzettend gaaf. Ook weer 22 euro. Dus zeker de moeite waard. Bij Boohoo heb je hele mooie kimono's voor maar 22 euro. En allemaal ongeveer die prijs. Dus ga vooral een kijkje nemen als je nog op zoek bent. Want alweer het allerlaatste item. Dat zijn een paar schoenen. En over deze schoenen ben ik echt heel erg enthousiast. Ik zocht namelijk al heel lang dit soort schoenen. Sorry voor het geluid allemaal. Ik heb ze nog niet gedragen. Ik heb er nog niet echt een goede gelegenheid kunnen vinden. Het is ook wel voor een festival. Maar ja, dan moet je ze eerst weer hebben ingelopen. Want om dan een hele dag op te gaan lopen. En dan krijg ik zo je blaren. Ze zitten nog aan elkaar vast. Dus het is een beetje moeilijk te laten zien. Ik zal het even losmaken. Het zijn deze schoenen. Ja, het zijn zo'n die gladiators.
Dat is geen echt leer, maar dan hier aan de voorkant van die gouden details. En een rit aan de achterkant zodat je er makkelijk in komt. En ik vind dit zo ontzettend gaaf in de zomer met een shortje of een rokje of jurkje. En dan, ja, ik zie mezelf gewoon op vakantie eigenlijk als over de boulevard lopen met deze schoenen aan. Ik vind ze zo ontzettend gaaf. Het lijkt me wel heel grappig hoe je trouwens, als je in de zon loopt en je wordt bruin op je benen, hoe je dan al die bandjes gaat zien. Dat lijkt me wel heel grappig. Maar ja, ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Het waren €32. En voor dit soort schoenen vind ik dat echt een hele goede prijs. Want ik heb ze vaker gezien en dan waren ze veel duurder. Dus ik ben hier heel erg blij mee. En dat was dan weer de shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Hebben jullie de laatste tijd nog wat geshopt? Laat het me dan vooral weten. Vergeet niet te abonneren. Als je het leuke video vond of vaker shoplogs wil zien, doe gewoon een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg!